We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de meteorologische dienst. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Gedurende de avond en nacht is het half bewolkt. In het noordwesten en centraal Suriname is er kans op enkele lokale lichte tot soms matige onweersbuien. Aan het einde van de nacht ontwikkelt er zich op enkele plaatsen mogelijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen, donderdag 9 november, blijft het overwegend droog en heet. In de late middag mogelijk kans op een lokale lichte bui in het kustgebied. De meteorologische dienst waarschuwt dat de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 38 graden Celsius.